Hallo kijkers, in deze video ga ik voor de allereerste keer heel mijn YouTube carrière niks zeggen over mijn haar, hele video lang. Ik ga niks erover zeggen, niks. En jullie ook niet. In de comments wil ik geen één comment zien over mijn haar. Niks! Onthoud dat. Jullie gaan het nog nodig hebben in de rest van de video. Onthoud dat ik net heb gezegd dat ik niks ga zeggen over mijn haar. Dames en heren, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. We gaan de video beginnen met 4 packvissen. 4 packvissen van de dag van dezelfde chick. Eén meisje heeft 4 packvissen getekend. Of ze heeft er 6 getekend, denk ik. Maar ik heb er maar 4 gevonden. Ik heb deze van haar Instagram gehaald. En ik vind ze echt wow. Ze zijn echt... Dit is haar eerste en dit is een pikvis met een gebroken piemel en hij heeft 2 krukken om op te lopen. Dit is natuurlijk een verwijzing naar mij met mijn gebroken enkel. Ja. Tweede is de pikvis die een ecstasy-pil heeft gepopt en hij staat helemaal strak. Ik weet niet waarom zijn piemel is gebeurd, maar ik denk dat hij door de extase is hij ook klaargekomen. Dit is de feest-pikvis, hij is fucking vet. Dit is echt gruwelijk getekend. Dit is... Dan de derde is de pikvis met de likebaksteen. Like ook even deze video. Like de video. Deze heeft ook een leuk hempje aan. Hij is zo leuk en zo. Dan heeft hij een fucking grote piemel. What? En dan de vierde is gewoon de klassieke pikvis met het acid bordje. De goudvis met de grote piemel. What the fuck? You know Allen en Jeeve? Jeetse? Ik denk Jeetse. Dik shout naar jullie voor deze pikvissen. Deze zijn echt geweldig. Deze zijn way ahead. Omdat jullie de laatste tijd zoveel likes achterlaten op de video's, ga ik gewoon nog 1 pikvis tonen om het af te maken. Dit is een geanimeerde pikvis. En deze is van Roel. Zoetewijk. Hij heeft gewoon een geanimeerde pikvis gemaakt. Deze is als aan het zwemmen. Je ziet zijn balzak zo leuk. Deze is geweldig. Deze pikvis is echt fucking vet. Ja, dan nee, jullie. Vergeet niet jullie pikvissen te blijven sturen naar je Twitter en al bij social media. Oké, we gaan beginnen. Zoals jullie weten hadden Ryan en ik een video gemaakt samen. We hadden een video gemaakt waarin we gingen reageren op andere YouTubers. En die een beetje gingen uitmaken en een beetje gingen lachen met hun. Deze video is fucking weggestrijkt. Iemand heeft deze video gestrijkt. Iemand. Ik weet niet wie. Ik flauw idee wie die video heeft gestrijkt. Ik weet het echt niet, wow. Wie heeft de video van Ryan gestrijkt? Ik weet het niet. Dennis! En die video is dus weggestrijkt, dus we kunnen daar niks meer van zien, wat wel jammer is. In die video hadden wij ook een paar oudere YouTubers van België gepakt. Eentje daarvan was LuckyCraftHD. En er is een Belgische YouTuber, ik weet niet precies hoe oud hij is. Ik denk rond de 50 jaar. Hij maakt leuke Minecraft survivals, World of Warcraft gameplay. Hij doet allemaal geweldige dingen. Maar LuckyCraftHD was helemaal niet zo blij met de video die Ryan en ik hadden gemaakt over hem. Dus hij heeft een reactie. Reactievideo gemaakt op de reactievideo van Ryan en mij. Dat is diep. Dat is echt fucking paradox shit. En ik weet niet wat paradox betekent, maar zijn reactievideo was Unagis, leg het streepje. Acid, leg het streepje. Op bezoek, leg het streepje. Respect, guys. At LuckyCraftHD. Deze video is volledig viral gegaan op zijn kanaal. Met de volle 306 views. 306! En aan die views kan je dus ook zien dat hij ons helemaal heeft kapot geroost. Deze guy heeft ons helemaal kapot geroost. Wow, nu denk ik het mij... afvraag, wie de fuck heeft dit gefilmd? Wie heeft dit gefilmd? Heeft zijn vrouw dit gefilmd? Dat is nice. Als ik aan mijn mama moet vragen of zij mij wil filmen, dan cringe ik helemaal. Dan ga ik dood, maar oké. Stel je voor dat je gewoon aan je vrouw moet vragen om je even te filmen. Ja, oké, maakt mij niet uit. Mag. Hopelijk heb je een goede relatie, LuckyCraftHD. In de video van LuckyCraftHD zit het vol met gekke transitions. De gekste. Wow! Deze transitions, we moeten het nog eens bekijken. Gewoon nog 1 keer. Wow! God, dude! Wow! Crazy! Ryan en ik hadden dus gereageerd op hem en hij heeft ons helemaal kapot geroost. Hij heeft ons geroost door te zeggen dat Ryan verkouden is. Hij heeft ons geroost door te zeggen dat we tieners zijn. Hij heeft ons waarschijnlijk ook geroost door te zeggen dat we puisten hebben. Maar snap je, LuckyCraftHD is het probleem. LuckyCraftHD is gewoon een vriendelijke guy uit... Antwerpen, denk ik, of zo. Die het gewoon niet zo leuk vond dat Ryan en ik hem hadden gepakt. En dan kan ik wel snappen, dat is helemaal niet zo leuk, maar dat is YouTube. Er zijn leuke dingen, er zijn minder leuke dingen. King Alert. Maar het gaat daar allemaal niet over. Het gaat over de comments op zijn video. In de comments heb ik iets gevonden waar ik dacht dat ik nooit ging vinden. In de comments heb ik een nieuwe YouTube community gevonden. In de comments heb ik de YouTube community gevonden. Van de volwassenen. De volwassen YouTubers van België en Nederland. De 50-plussers. En dit doet mij denken aan Kids Next Door. Ik weet niet of jullie ooit Kids Next Door hebben gekeken, maar in Kids Next Door vechten de tieners dus tegen de volwassenen. En de volwassenen zijn echt de meest fucked up mensen ooit. Dit zijn de volwassenen van Kids Next Door. Zo zijn ze ook op YouTube. Ze kijken boos. En ze zeggen allemaal rare dingen over kinderen. Is vreselijk. Dan ben ik als kind nummer 4. In Kids Next Door was ik ook altijd nummer 4. Dus nu ben ik ook nummer 4. Wij gaan die volwassen mensen slopen. Gelijk maken met de grond. Zien jullie de grond daar? Daar liggen ze nu op. Op de grond. What the fuck? Wow. Het is hier zo fucking warm. Gewoon zweet. Op mijn stoel. Van mijn kont. What the fuck? What the fuck? Dat is echt niet normaal. Dat is niet goed. Oké, we doen verder met de volwassenen roast op YouTube. Eerste comment op de video is van CobraNL. Die beide gasten moeten zich schamen. Dat je op dat niveau je bezighoudt met andere kleinere. Sinds wanneer staat er een leeftijdsbeperking op YouTube? Daar komt bij dat wij een kleine community het beter voor elkaar hebben dan zij. Goed geantwoord, Luc. CobraNL, wie ben jij?
Deze edits. Deze edits zijn van een hoger niveau. Damn. Wow. Hartelijk welkom op mijn kanaal. Wat ooit begon als een gamekanaal met bijvoorbeeld... Deze edits. Ik kan deze guy niet nemen. Deze edits zijn way ahead. Good old games. The good old games. The good old games. Hier kan ik niet aan beginnen. Deze guy is gewoon in een andere league. Snap je? Ik ben level 17. Hij is level 54. Hij zit op een andere server dan mij waar ik nog niet in kan. Go Brian L, sorry. Het was niet de bedoeling om jou te roosten. Jouw video's zijn top notch. Dat jij nog de moeite hebt genomen om die twee puistenkoppen van een net antwoord te voorzien, vind ik bewonderenswaardig. Moeilijke volwassen taal. Zou dat de vrouw zijn? Misschien is dit de vrouwelijke YouTube chick. Het is de Sophie Melzink van de oudere community. Welkom bij Barber Speelt. Ik ben het kanaal net begonnen en ik... Wow, ze speelt gewoon met lag. Ze speelt gewoon met lag. Haar gameplay is gewoon met lag. Ze ziet eruit van. Ze speelt met kindjes. Maar ik zit ook niet op te sluiten. Het gaat zo wel lopen. Nee. Ik kan hier ook niet aan beginnen. Ik zou deze Minecraft survival zelf niet beter kunnen doen. Ik mag hier niet aan beginnen. Waar ben je speelt? Sorry. Sorry dat ik heb gelachen met jullie. Sorry dat ik heb gezegd dat jullie geen YouTube zouden moeten doen. Doe, ik zie duidelijk aan deze video's dat jullie gewoon snappen wat je moet doen op YouTube. Dat jullie gewoon snappen wat... Jullie snappen het. Jullie snappen hoe video's gemaakt moeten worden. Er is kwaliteit. Er moet meer op YouTube. Ik hoor hier niet eens thuis. Wat doe ik eigenlijk op YouTube? Ik kan hier niet aan tippen. Sorry. Waar ben je speelt? Ayo, ik bied mijn oprechte excuses aan. Deze gameplay is gewoon hard. Deze gameplay is perfect. Volgende is Scorpster NL. Ik voel dat deze hard gaat zijn. Ik weet niet of ik hem aan kan. Grote YouTubers. Vraag ik. Ik ken ze niet eens. We laten ze duidelijk zien dat ze nog niet zoveel hebben meegemaakt op deze aardbol. Ze hebben in ieder geval een IQ van een gedroogde druif als ze denken dat YouTube niet voor oudere mensen is. Ze zetten met hun video zichzelf meer te kakken dan dat ze dat bij jou hebben gedaan. Tip voor die 13-jarigen aan de linkerkant. Misschien eens contact opnemen met de orthodontist. Annie. Hey, roos me gewoon. Die zegt dat ik naar de orthodontist moet gaan. Dan heeft deze guy waarschijnlijk het perfecte gebed. Dan heeft deze guy waarschijnlijk de perfecte video's. Ze schelden me hieruit voor puistenkop. Ik weet van mezelf dat ik vol sta met puisten. Ik kan daar zelf ook niks aan doen. Scorpster in hel. Wie ben jij? Zitten jullie in een dip? Ik zit in een dip. Gaat het even kut op school? Het gaat kut op school. Heeft je vriendje of vriendinnetje het net uitgemaakt? Mijn vriendin heeft het net uitgemaakt. Ik zie het allemaal niet meer zitten. Ik zie het allemaal niet meer zitten. Dan hebben jullie op het goede thumbnailtje geklikt op YouTube, man. Yes! Hartelijk welkom, mijn naam is Scorpster. Ik ben Yo, Scorpster! Ik doe hele dikke gameplay video's. Dikke gameplay video's! Mensen aan het lachen maken. Een leuke tijd bezorgen. Ja. Dat is wat ik graag wil. Ik wil het! Yes! Overwas, GTA 5 in full yes. Light, mensen. Wow! Dus genoeg keus voor iedereen. Ik heb de nieuwe Enzo-knol gevonden. En die pet. Dit is de YouTube community die ik ook nodig heb. Dit is mij ook één iets opgevallen. Terwijl ik dit aan het doen ben. Waarom zijn al deze YouTubers kaal? Allemaal. Corpster NL. Kaal. Antiboyd NL. Kaal. LuckyCraft HD. Ook kaal. Ook. Kaal! Daarom, dames en heren, laat ik mijn haar groeien. Daarom hou ik van mijn lange lokken haar. Daarom ben ik een kutpuber die naar de orthodont moet. Ik weet eigenlijk ook niet waarom deze guy zegt dat ik naar de orthodont moet. Ik bedoel, hij heeft geen bovenlip en ik zie alleen de onderste rij van zijn tanden. Ik denk niet dat dit de bedoeling is. Snap niet waarmee ze mij roosten. Zeggen dat ik een puistenkop ben. Waar zijn de puisten? Zeggen dat ik nog niks heb meegewacht op deze aardbol. Ze zeggen dat... Ik naar de orthodont moet omdat mijn gebedsschrift staat. Zeggen dat ik een slechte YouTuber ben. Dat heel mijn kanaal draait om andere mensen afzeiken en ruzie maken en slechte dingen doen. Ik weet niet of ik dit nog kan. Ik begin stil aan mijn moed te verliezen. Danny Lobo zegt, ik vind het vreselijk dat twee jonge gasten zo respectloos omgaan met volwassenen. YouTube doe je toch immers voor je lol. De leeftijd speelt daar geen rol in. Danny Lobo. De ode aan Enzo Knol. Danny Lobo plus de lyrics. Deze video is super viral gegaan, zien jullie ook. Enzo Knol. Wat een lol. Altijd om 4 uur met Enzo Knol. Enzo Knol. Wat een lol. Nog verslavender dan alcohol. Ik weet niet wat ik hier doe. Mijn video's zijn niet van dit niveau. Ik hoor gewoon niet thuis op YouTube, denk ik. Het is denk ik tijd dat ik een einde maak aan... Van Acid. De volwassenen hebben mij gepakt. En een puistenkop. Moet naar de orthodont gaan. Het is dus denk ik beter als ik gewoon stop mijn video's maken. Ik wil niet meer uitgescholden worden door 50-plussers. Ik wil niet meer als ze lachen met mij. Kan het niet meer. Ze hebben gelijk. YouTube is een plek voor iedereen. En ik hoor hier duidelijk niet thuis. Mijn video's zijn niet van dit niveau. Ik maak geen ode aan Enzo Knol, Danny Lobo plus lyrics. Om 4 uur is het niet altijd lol voor mij met de nieuwe Enzo Knol. Ik zit gewoon niet in de juiste groep. Ik zit niet op het juiste platform. Daarom heb ik gekozen om mijn YouTube-channel op te geven aan
Laat een comment achter met jouw favoriete broodje. De winnaar krijgt het wachtwoord van mijn kanaal. Ik hoor hier gewoon niet thuis. Stay tank op. Stay tank vertrekt dan, zei hij. Bij deze zag ik vaarwel. Tot de volgende. Hey, sit down. Sorry Lucky Craft HD. Sorry Cobra NL. Sorry. Dit is het einde van mijn kanaal. Ik kan het niet meer. Ik was helemaal zo'n goede YouTuber als Lucky Craft HD. Cobra NL, gameplay.